Over 4 weken is het weer zover. Dan barst het carnavalsweekend weer los. Ook in onze regio zullen weer de nodige optochten plaatsvinden met de meest schitterende praalwagens. Aan die praalwagens wordt momenteel nog volop gebouwd. Uiteraard ook in Groesbeek. Ja, we staan hier bij 7 binnen deur in onze carnavalsnessenhut, waar wij al een aantal jaartjes een praalwagen bouwen. En waar we natuurlijk de laatste weken in gaan om de wagen af te krijgen. Maar we hopen dit jaar weer iets moois, een mooie creatie te maken waar we het publiek weer mee gaan vermaken in het dorp. Een praalwagen is niet zomaar eventjes in elkaar gezet. Er komt veel techniek bij kijken om de wagen zo levendig mogelijk te maken. Ja, het is tegenwoordig niet meer alleen wat hout op de wagen en wat andere zaken. Tegenwoordig hebben we ook gewoon hydrauliek. Dat kun je ook zien, het systeem van de poppen zelf, hydraulisch en al eventueel al op lucht tegenwoordig. Dat er in de kop het een en ander gaat bewegen. Ja, er gaan dingen omhoog. Er gaat eigenlijk van alles weer gebeuren bij ons dit jaar. Het is natuurlijk ook een gezellige activiteit met de vereniging. Iedereen heeft daarin zo zijn taak. De een gaat plakken, de ander is met hout bezig en de ander is met de constructies bezig. De een gaat met plusje en dan zit er daar met een rieten hoek. Dus ja, eigenlijk voor iedereen is er wat te doen en dat is ook de saamhorigheid die we dan met z'n allen hebben hier in deze schuur. Ja, ter ontspanning is natuurlijk na de hand een potje bier in onze kantine. Naast de tijd en het geld dat geïnvesteerd wordt, is het samen bouwen vooral ook een hele gezellige tijd waarin je met z'n allen werkt naar een mooie eindprestatie. Misschien wel de eerste prijs dit jaar. Nou ja, een prijs is altijd meegenomen. We doen natuurlijk ook voor alles eromheen. Dus hier wat we met z'n allen samen zijn, de vriendschap en voor de optocht zelf natuurlijk in het Keulen van Gelderland, dat we het publiek vermaken. Ja, en als dat na de hand beloond wordt met een prijs, is dat natuurlijk prachtig. En die komt dan, krijgt weer een mooi plekje in onze kantine. Ook in andere nishutten wordt er door de concurrentie volop gebouwd. Het gaat immers om het plezier van carnaval.